Nisroën, als ik dit zo hoor, dan ligt het dus aan krimp. Het woord is gevallen aan het probleem dat er maar weinig mensen zijn. En dat maar weinig mensen dit niveau kunnen halen wat nodig is. Kortom, kunt u überhaupt wel iets doen in de positie waarin u zit? De positie waarin we als Zuidhogeschool zitten is een positie waarin je in de keten zit. En je zult ook in die waardeketen vanuit VMBO, MBO, HBO, WO, zul je ook moeten blijven acteren. Dat betekent heel concreet dat je ook gewoon ook op alle niveaus mensen nodig hebt om het werk dadelijk te doen. Dan kijk ik natuurlijk heel specifiek, dit is een heel kennisintensieve omgeving. Maar er is rondom Gemmelot zijn er ook omgevingen waar uitstekende banen zijn voor mbo-leerlingen. Zoals? Procesoperators, die zijn heel hard nodig om het voor elkaar te krijgen. En we moeten daar ook respect voor hebben dat we die mensen kunnen opleiden. Daarnaast is het veel spannender hoe je naar de toekomst toe ook werkelijk vormgeeft aan een leven lang leren. Dus ja, niveau 4 MBO, dat uitstroomt, mag ook aan de slag. En we zijn een beetje verloren we zijn dat uit het oog verloren, want de Koninklijke Route werd bijna een doorlopende leerlijn van goh, je begint in het VMBO en die eindigt pas op het HBO. Nee, die mag ook rustig een keer even stoppen op het MBO niveau 4, dan aan de slag gaan en vervolgens ook weer verder leren daarin. Helder, maar toch, die babyboomers die gaan dadelijk ook nog eens weg en er is je krimp. En kunt u niet veel beter met zo'n bedrijf in India of in China gaan zitten, waar ze een overvloed hebben aan mensen en dus ook aan kenniswerkers? Nou, wat we weten, wat we zien, is dat Nederland ontzettend goed werkt aan het vestigen van bedrijven hier die met innovatie bezig zijn. En Nederland heeft een innovatiebox bijvoorbeeld. En dat zorgt ervoor dat als je op basis van innovatie business ontwikkelt, dat je minder belasting hoeft te betalen. Ja. Dat maakt het voor bedrijven ook als Stami Carbon zeer interessant om hier te blijven. Sterker nog, wij hebben de afgelopen 3 jaar ook gekeken naar de mogelijkheden om voor de moedermaatschappij, die ons 3 jaar geleden heeft gekocht van DSM, en dat is een Italiaanse bedrijf, Meijer Technimont, de innovatiecenter op te zetten die de innovatie doet voor wereldwijde business van Meijer Technimont. Mm-hmm. En dat hebben we gedaan 2 jaar geleden. En dat is ook een van de belangrijkste redenen van onze groei geweest de afgelopen jaren. Subsidie-infuus wordt altijd gezegd bij de culturele sector. Maar in feite is die prettige omstandigheid ook wat dit soort bedrijven naar Nederland trekt? Het is in feite geen subsidie. Het is een belastingverlaging. Je zou het als subsidie kunnen zien. Maar daardoor zorgt dat ervoor dat bedrijven zoals Stami Carbon het fijn vinden om ook hier te blijven. En waarom dan specifiek in Geleen? Dat komt natuurlijk door onze achtergrond. Wij zijn onderdeel geweest van DSM. We zijn in feite 65 jaar geleden door DSM opgericht. Als een bedrijf die puur met kennis bezig is en met licensiering. Van kennis. Ik hoor u niet zeggen, daar zit die campus en daar kunnen we zoveel van leren, hebben we zoveel aan. Ook wel, ook wel. Ja, en daar tegen, de kantine. Wij maken ook gebruik wel van campus. Wij zitten niet op de campus, maar we maken gebruik van DSM Research en van andere onderdelen van de campus, van laboratoria. U deelt faciliteiten, zeg maar, dat is het. We maken daar gebruik van. Ja, ja, dat klopt. Ja. En komt u elkaar dan daadwerkelijk daar tegen of kende u elkaar voor vanavond nog niet? Nee, we zijn elkaar nog nooit tegen. Niet? We kenden elkaar niet. En dat wat zegt dat over de campus? Dat zegt dat er een grote noodzaak is dat het netwerkplaza, dat al vaak besproken is, uiteindelijk ook gerealiseerd gaat worden. Netwerkplaza, een plaats waar je elkaar daadwerkelijk kunt tegenkomen. Ja, dat is ook een van de lessen die je ziet bij de high-tech campus in Eindhoven. Op het moment dat je dat creëert, dan ontmoeten mensen elkaar ook. Ja. Het moet op loopafstand zijn, dus je moet er ook de mogelijkheid toe hebben. En dat is nu niet. Nou, je zou er eigenlijk ook allemaal moeten gaan slapen, dat is het beste. Nou, dat zegt ook dat er meer kansen zijn. Hè? Dus op dat moment dat er nog iets gebeurd is, dan is er nog meer potentie. Als er iets mis is, dan zijn er altijd heel veel kansen. Ja. We gaan even naar Roosteren, dat ligt niet zo ver van het Gemmelot terrein af. Want in Roosteren, daar komt Jorik Stam vandaan. Maar als je hem zo hoort, dan denk je eerder aan Amsterdam, aan Ramses Shaffi. Hij heeft de toneelschool gedaan, de toneelacademie in Maastricht. Dus dat heeft ook alles met opleidingen in Zuid-Limburg te maken. Geeft les aan het conservatorium, aan een bedrijf dat speciaal is opgericht voor operastudenten die vanwege bezuinigingen te weinig les kregen. Die hebben zelf een clubje opgericht, hebben zelf mensen ingehuurd zodat ze nog opgeleid worden. Nou ja, het zegt wat over hoe initiatiefrijk zelf studenten kunnen zijn. En dat klinkt dan ongeveer zo. Jorik Stam. Zie je niet samen? Vroeg een vrouw aan de man. En de man zei, nee, wat is er dan? En de vrouw zei toen, zie je dan niet hoe je me de keel uithangt, Piet? En toen was het gebeurd, en toen was de boot aan.
En toen zijn ze maar uit elkaar gegaan. Ik zie er iets in, dacht een man van een vrouw. En de man zei toen, ik hou van jou. En de vrouw dacht, o jee, en viel voor de bijl. Maar het eind van het liedje had niet zoveel stijl. De wekker liep af en de morgen brak aan. En toen was hij er opeens vandoor gegaan. Kijk, de een die wil de ander, maar die ander wil die ene niet. De ander wil een ander en die een heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat het en zo gaat het altijd aan. En zo gaat het altijd uit en zo zal het altijd gaan. Shaila kaila shuila kaila shuila kaila huila la la. Hij is hoogst interessant, dacht een vrouw van een man. Want hij zwijgt zo mystiek, daar hou ik van. Maar na een tijd, toen zei hij eens wat. En toen bleek dat hij niets te zeggen had. Weer nul op request, zij ging weer op pad. Op zoek naar een man met meer woordenschat. Ach, eindelijk dan, dacht een vrouw van een man. Deze blijft mij eeuwig trouw. Ze leek zo solide met hoed en met vos. Maar na een tijd barst het beest in haar los. Ze scharrelde hier en ze scharrelde daar. Ook deze twee bleven niet bij elkaar. Kijk, de een die wil de ander, maar die ander wil die ene niet. De ander wil een ander en die een heeft verdriet. Zo ging het en zo gaat het en zo gaat het altijd aan. En zo gaat het altijd uit en zo zal het altijd gaan. Shaila kaila shuila kaila shaila kaila huila la la. Zij kusten elkaar. Een man en een vrouw. En de man zei, Ans, ik hou van jou. Maar zij heette Els. De vergissing was groot. En Els was heel boos. En de liefde was dood. Bij onweer en bliksem en wenende maan is hij toen maar naar Ans gegaan. Zij minden elkaar. Een man en een vrouw. En de vrouw zei, schatje, wat doe je nou? En de man zei, oh, lieverd. Ik doe niets, precies, zei de vrouw. En reed weg op de fiets. De liefde doet pijn en de liefde slaat wonden. Maar de liefde is fijn en het is geen zonde. Kijk, de ene, die wil een ander. Maar die ander, nee. Tjoem poef. De ander wil een ander. En die een heeft verdriet. Ach, gossie, ach, gossie. Die heeft verdriet. De liefde is ook een heel lastig spel, maar we blijven het lekker spelen. Dank u wel. Dank u wel. Dat was even een momentje chillen, meneer Schoen. Over chill gesproken, waar denkt u aan bij het woord chill? Dan denk ik aan de Gemmelot Innovation and Learning Labs. Kijk. En wat zijn dat? Wat zijn dat? Dat is de plaats die we samen met onze partners in het onderwijs, het Arcus College, Levenborg en de UM, samen met DSM en Sabiek hebben gecreëerd om die open innovatie ook vorm te laten geven. Door studenten ook echt aan de slag te laten. Dus ik kom bij u studeren en dan? Dan zul je eerst even wat basisdingen moeten doen. Akkoord, jaartje, twee jaartjes. 1 à 2 jaar, tenminste zo zien we dat op het hbo. En vervolgens gaat u naar de omgeving waar het er echt toe doet, de praktijkomgeving. Dat is ook ons beeld, studenten echt naar de omgeving waar het gebeurt. Waar ze ook in een opdrachtnemer-opdrachtgeverrelatie komen met het bedrijfsleven. Om ook te proeven en te ervaren waarvoor ze opgeleid worden. En dan heeft u daar een collegezaal op dat Gemmelotterrein? Of ik kom dan bij het bedrijf en ga concreet aan een opdracht? Nee, er worden aan projecten gewerkt. Er zijn ook collegezalen, want dat moet je ook ondersteunen met colleges. Maar 4 van de 5 dagen is de bedoeling dat men bezig is met het project aan de opdracht. Ja, ja. En dan zou ik bijvoorbeeld bij uw bedrijf terecht kunnen zou komen? Zou zeker kunnen. Dat vind ik ook een heel goed initiatief. Want als je kijkt bij ons bedrijf, het werk wat wij doen is zodanig hoogwaardig wereldwijd, dat wij, zelfs als we mensen aannemen die rechtstreeks van de universiteit komen, dan moeten ze 3-4 jaar opleiden
voordat ze echt het werk kunnen doen die wij zouden willen. En dat betekent dus ook dat dit soort initiatieven het mogelijkheid geven om daarmee samen te werken. Dus u neemt ook veel meer mensen aan dan dat u uiteindelijk nodig heeft? Zo van dat selecteert zich in een jaar of 3-4 uit? Nee. Het is niet zo dat wij mensen aannemen met de gedachte dat ze ons gaan verlaten. Als wij mensen aannemen, dan is het met de gedachte dat we in staat zijn om ze op te leiden, zodat ze ook bij ons gewoon lange tijd blijven. En die komen dan allemaal met die witte korrels te werken die u... Die komen, nou, die werken niet echt steeds met die witte korrels. Dat is de kunstproef, hè? De kunstmest. Ja, dit is het eindproduct die onze klanten maken. Dus wat wij leveren is natuurlijk alleen maar kennis. En onze klanten maken dan in feite ureum. Ik zal het even openmaken. Dit is wat de boer uitstrooit over het land. Dit is wat de boer uitstrooit op het land in feite. Ja. Ja. En, dus onze mensen werken niet rechtstreeks met deze, maar wel met technologieën die de witte korrel maken. Ja. Zou u hier nog een reclamespotje mee maken om mensen te trekken naar uw opleiding? Nee, ik zou het reclamespotje beginnen bij inderdaad de voeding die daaruit voortkomt. Want dat, kijk, waarom maken we kunstmest? Omdat wij voedsel nodig hebben. Zoals al werd aangegeven, 40% van ons voedsel zou, of 40% van de mensen zou echt zonder voedsel zitten als we geen kunstmest zouden hebben. Ja, we merken ook dat de generatie Z, zoals het nu genoemd wordt, hè, de jonge generatie die aan het werk gaat, niet alleen zoeken naar iets om geld te verdienen, maar ze zoeken naar een werk om vooral een zingeving te kunnen hebben. Om te kunnen bijdragen aan de maatschappij, de verbetering van de leefomstandigheden in de wereld. Mm-hmm. En daarom zie je ook dat als je in staat bent om dat uit te leggen aan de mensen, van wat wij aan het doen zijn is zorgen dat er voldoende voedsel is in de wereld, om in ieder geval daaraan bij te dragen, dat ze meer geneigd zijn om bij ons te komen werken. Ja, dus want het is helder, het is voor een betere wereld in feite wat er allemaal in Geleen gebeurt. Het is goed voor de kenniswerkers in Limburg. Het is goed voor de niet-kenniswerkers in Limburg. Al is daar nog wat kritiek op of dat wel genoeg is. Dan is het probleem dus dat we die boodschap blijkbaar niet goed genoeg overgebracht krijgen. Nou, dat is een begin. En dan moet je ook, je moet ergens starten. En je moet dan teruggaan van, goh, waar zijn we gestart en waar zijn we nu al? En dan mag je blij zijn met de successen die er wel zijn. Want op andere plaatsen zitten ze nog na te denken hoe ze dit zouden moeten gaan doen. Oké. Waar zou het nog beter kunnen? Ik denk dat het belangrijk is om te zorgen, het werd ook net gezegd, dat er vanuit de basis dingen goed zijn. Ik denk dat in Nederland zeer belangrijk is om te kijken hoe je de basisopleidingen ook, of je daar ook voldoende aandacht aan geeft. En zorg draagt dat er meer mensen in staat zijn om ook hogere opleidingen te gaan volgen. Als ik kijk naar de toekomst van Europa, als ik kijk naar de toekomst van Nederland, dan zit dat in kenniseconomie. Dat zijn mooie laatste woorden. Die kunnen dan zakken. Die kunnen bij ons allemaal zakken als we in het vervolg voorbij die lampjes en die buizen in Geleen flitsen. En de belangrijkste boodschap is dat we ons beter moeten realiseren wat daar gebeurt. En daar heeft u in de toekomst wat aan. En daar heeft u de hele wereld wat aan. Nou, dat is een mooie gedachte om mee naar bed te gaan. Dat doen we dan ook. Bedankt vanuit het jaar van de Vlinder. We zijn er de volgende keer weer. Bedankt voor dit gesprek. Bedankt voor het luisteren. En Jorik Stam en Ramses Shaffy, ook bedankt.